Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken is niet op de hoogte van een extra miljard Surinaamse dollar dat vanuit de jaarbegroting van de regering beschikbaar zou zijn gesteld voor zijn departement. Eerder deze week zou NDP-parlementariër Annie Sadi tijdens een openbare vergadering in het parlement hebben gesteld dat het ministerie van OW geld bij heeft gekregen op de jaarbegroting. Als ik een extra miljard heb gehad, is dat iets klopt niet, maar ik ben niet op de hoogte daarvan. Maar als het zo is, dan zal ik het eerst nagaan, want daarvan ben ik niet op de hoogte. Het is zo dat 1 miljard gaat naar aflossing van schulden en dan is er nog een paar miljoen, minder dan 1 miljard voor personeelszaken en projecten. Dat is zoals het vorig jaar ook was. Noor Mohammed zegt dat er dit jaar meer machines door het ministerie zullen worden aangeschaft voor het onderhouden van de infrastructuur ten aanzien van het in cultuur brengen van uitgegeven domeingronden. Zegt de bewindsman dat de machines die OW nu heeft het werk niet aankunnen. Er zijn grotere machines nodig om de gronden in cultuur te brengen. Voor nu zullen lokale ondernemers gevraagd worden om met dit vraagstuk te helpen, aldus Noor Mohammed.